En dan nu, lot 2390, het veelbesproken gedicht van Anne Frank. Wie biedt 30.000 euro? Beste Krikri, hebt u uw werk niet goed gedaan? Kostbare tijd verloren? Grijp opnieuw de arbeid aan, beter dan tevoren. Ter herinnering aan Anne Frank. Dit is het gedicht van Krikri, dat is Christiane van Maarsen. Dat was een schoolgenote van Anne Frank. En zij is het ouderzusje van Jacqueline van Maarsen, degene die dit gedicht heeft ingeleverd in de veiling. Jacqueline van Maarsen was de echte beste vriendin van Anne. Dat was het klasgenootje en het allerbeste vriendinnetje. Dit is mijn eigen poëziealbum waar Anne dus ook een gedichtje in heeft geschreven. Een heel ander soort gedicht, echt een persoonlijk gedichtje. En daar staat, dat is op 23 maart 1942. Lieve Jacques, blijf steeds een zonnestraaltje. Op school een aardig kind. Voor mij mijn liefste vriendinnetje. Dan word je door ieder bemind. Ter herinnering aan je vriendinnetje Anne Frank. Ik zou daar nooit afscheid van nemen in elk geval. Deze wordt niet geveild. Deze wordt zeker niet geveild. En ook niet eruit gescheurd. Dat hou ik gewoon tussen alle andere vriendinnetjes, waarvan heel wat ook vergast zijn. Dit meisje. Dit is Anne. Ja, zij is omgekomen. Zij ook. U was vriendinnen met eigenlijk een van de beroemdste meisjes uit de geschiedenis. Ja, blijkbaar, ja. Lijkt me echt een bizar gevoel. Ja, dat is heel bizar, ja. Dat kan ik niet eens uitleggen. Uw zus heeft destijds wel het gedichtje uit het Pussy-album gescheurd. En dat wordt nou geveild. Waarom doet u dat eigenlijk? Ik heb natuurlijk nooit geweten hoeveel dat waard was. En ik liet het wel eens zien. Niemand kende dit eigenlijk. Ik liet het wel eens zien bij lezingen op scholen. Omdat het, ik wist wel, een handschrift van Anne was natuurlijk wel belangrijk. Dus dat liet ik wel eens lezen. Ik heb er geen gevoel bij een gedicht voor mijn zus. Jacqueline van Maarsen, destijds beste vriendin van Anne Frank, heeft nog veel meer tastbare herinneringen. Het gedicht van zus Krikri wordt nu geveild voor een goed doel. Ja, dit heb ik ook altijd wel heel bijzonder gevonden. Wat is het? Dit is de afscheidsbrief die Anne mij geschreven heeft. De afscheidsbrief aan u en dan staat er een PS en dat is wel heel... Ja, dat is, daar word je wel koud van, hè. Ik hoop dat we totdat we elkaar terugzien altijd beste vriendinnen blijven. Dag. En dat beste schrijft ze weer tussen aanhalingstekens. Ja, dat is het laatste wat u ooit van haar hoort. Ja. Nou kan je oneerbiedig ook zeggen, ja, het is helemaal niks waard. Het is gewoon een stukje papier met een gek gedichtje. Ja, maar bij manuscriptverzamelaars speelt een heel belangrijk rol. Dat is dat ze zo dicht mogelijk bij hun eigen held willen zijn. Hè? Of het om J.F. Kennedy gaat, of om Erasmus, of om Newton, een geleerde, of Einstein, of Anne Frank. Het is allemaal omdat dit mensen zijn geweest die er toe gedaan hebben in de wereldgeschiedenis. En daarvan willen sommige mensen heel graag het aller dichtst bij die persoon komen dat mogelijk is.